Hallo allemaal, Josje van ik van Futuremos hier met een hele speciale gast, Linda van Zandbeek. Zeg even dag Linda. Linda wil helemaal niet hier in dit filmpje aanwezig zijn en op camera zijn. Maar het filmpje wat ik hier had gemaakt over de thermostaat van dit rek. Linda had beloofd als die meer dan 500 views zou krijgen, dan zou ze in beeld komen. En jullie wilden dat, want de filmpje is heel vaak gekeken. Of iedereen had gewoon zo'n kut thermostaat om in te stellen. Maar in ieder geval, dit is Linda. Die heeft een jaar of twee rattenslangen, denk ik. Zo inmiddels vertelde ze net. En we gaan wat van haar beesten laten zien. Die zitten in dit zelfgemaakte rek. Het is een soort van meubel bijna. Dus het is geen echt slangenrek, maar ook nog op maat gemaakt hier voor de woonkamer. En om Linda nou een beetje te sparen, zullen we nou dan het filmpje zeg maar afzetten en gaan we naar de slangen kijken. Dus dan hebben jullie slangen om te kijken en is Linda een beetje relaxed. Goed idee, hè? Ja, goed idee. Ja, okay. Doei! Doei! Nou, dit is de eerste slang. Oh, hij komt er hier al een beetje uitkruipen. Wil je het kurkje optillen, Linda? Kijk, Linda is mijn assistent vandaag. Oh, daar gaat hij. Kom terug, kom terug. De niet goed meewerkende slangetje. Wat is het voor morf, Linda? Scalus caramel. En wie heeft die gekweekt? Joshua natuurlijk. Yeah! Oh, die is trouwens veel. Kijk, dit is trouwens ook nog. Linda is mijn trotse topfan met de Future Morph shirt. Scalus caramel. De komende dieren trouwens zijn allemaal een jaartje oud ongeveer. Ze zijn allemaal van 2019 die jullie gaan zien. Dus als jullie denken, hoe oud zijn ze? Hier, ongeveer een jaar. Scalus caramel. Wat kunnen we nog meer van zeggen? Hè? Op naar de volgende. Kijk, nummertje 2 is ook al meteen lekker actief. Linda die gaf al aan dat ze eigenlijk altijd wel honger hebben hier. Dus dat is een goed teken natuurlijk. Wat voor morf is dit? Red Vector, Ultramel, Emery. Kijk. Net als met foto's. Kijk, zo zie je een beetje iets van de kleur. Echt roze is zo klote altijd om op de foto of film te zetten. Maar dit is wel, vergeleken met in beeld is het echt wel een roze diertje. Gaat het goed, Joshua, met één hand? Ja, dat gaat goed. Kijk, een beetje aberrant patroontje, vooral ik in de nek. Kijk, nou, op naar de volgende. Doe even tromgeroffel. Brrr, ping. Linda, wat hebben we hier? Een hippo. En zo te zien vind ik het niet leuk dat we zijn schuilhuisje hebben opgepakt. Nou, hippo, voor mensen die niet weten, is verminderd zwart. Hè? Dus het is eigenlijk een soort van lichte wildkleur. Maar, een beetje inzoomen. Met hele dunne, zwarte randen om de zadels. En over het algemeen zijn ze gewoon wat lichter van kleur. Nou, zet maar gauw zijn schuilhuisje weer terug, want hij raakt in paniek. Kijk, paniek! Paniek! Ja. En wat gaan we nu zien? Emery Caramel Tessera. Oh ja, ja, die is, ja, dit zal ook. Nou nee, ik kom er op de film redelijk over. Ook gekweekt door mij, geen schaamteloze plug, maar deze was eigenlijk een keepertje. En toen dacht ik, ja, ik heb er gewoon te veel, want ik had gewoon te veel doorhouders. Deze ook het terrazzo is uit mijn hoofd, geloof ik. Ja. Dus ik dacht, nou leuk, Tessera en terrazzo. En het komt uit homozygote karamelouders. Dus daarom weet ik zeker dat het een karamel Anneri Tessera moet zijn. Maar het is echt zo'n licht beest. Dus ik heb er een soort van spijt van dat ik die weg heb gedaan. Maar gelukkig kan ik hem hier af en toe nog bekijken. Ah, sentimenteel. Nog een Red Vector. Dit keer Snow Motley. Ja, Red Vector. Gaan we hier de kleur goed opkrijgen. Ja, dit is echt. Ja, een beetje. Ja, niet echt. Maar dit is echt zo belachelijk roze in het echt. Het geeft nog net geen licht in het donker, zeg maar. Zo, even bij close-up. Ja, voor iedereen die Red Vector Snows en dat soort dingen van mij heeft. Of en lavenders en zo. Ja, roze echt gewoon zo verschrikkelijk om op de foto te krijgen met de smartphone. Maar zo zie je het een beetje groene randjes om de zadels. Die onderkleur is echt helemaal zalmrozig. Mooi beest. Kijk, je zou bijna denken dat Linda Scalus leuk vindt. Of mooi vindt. Die wil ik laat je hoofd even zien. Ja, je hebt een mooi hoofd. Deze is een jaartje ouder, denk ik, hè? Ja, die was 2 jaar. Ja. Dus het is wildkleur Scalus, zeg maar. Ja, of gewoon Scalus, maar dus het niks verder. Door de jungle kruipt hij. Kijk, en de honden zijn het er ook mee eens, dat horen jullie. En de volgende in de collectie van Verzamel ze allemaal. Nog een Scalus.
Wel grappig trouwens, vooral als je de staart ziet, dit is een skelis met wel iets meer schubjes nog op de staart. Sommige skelis zijn echt helemaal kaal of naakt, net hoe je het wil noemen. Maar kijk, deze heeft hier nog wel wat schubben. Maar vererft gewoon hetzelfde, er komen ook gewoon een normale schubloos uit en zo. Dus. Ook een leuk beestje. En lekker rustig. Zie je, Linda doet ze goed tam maken. Hè? Ja, supergoed. Linda de slangentemmer. Nou, speciaal voor ons is deze slang aan het vervellen gegaan. Zodat ze op het allerknapst is. En daar is ze. Een Scelis amel. Met echt een hele rare witte onderkleur. Als je het zo ziet, zou je bijna denken dat het een soort... een candy cane Scelis of zo is. Maar ja, ik heb er zelf gekweekt en de ouders zijn gewoon echt normaal. En sommige broers en zusjes ook. Dus ik had dit jaar ook van dezelfde mama weer een hele mooie Scelis amel. Maar wel heel anders dan deze. Echt heel rood eigenlijk. Terwijl deze, kijk, het is echt een bijna wit-cremige onderkleur. En daarom wilde Linda deze natuurlijk ook zo graag hebben. Hè, Linda? Ja, natuurlijk. Linda kan zo goed acteren, jongens, op film. Dat is echt, zo praat ze normaal nooit. Ze weet niet, fluistert. Nou, wat is dit voor lelijke slang, Linda? Gadverdamme, die is lelijk. Wat is dit, Linda? Mask de Serre. Nee, het is wel een mooi slangetje, hoor. Maar ik zei het expres om de kweker te pesten. En dat is namelijk Eline van Eekorns. Want Eline doet mij ook altijd pesten. Zij zegt van niet, maar ik vind van wel. En dus dan doe ik er nu terug pesten. Nee, maar het is eigenlijk wel echt een apart beest. Super druk getekend. Dus grapje, Eline. Niet boos zijn op me. We zijn nog vriendjes, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. App me. Kusje. Dit is de Morph Black Square. Nee hoor, hij zit eronder. Tadaa. Dat vindt ze ook niet leuk dat we haar huisje weghalen. Linda, wat hebben we hier? Je mag even spieken. Ultramel Emery Stripe. Ja, verstopt. Ja, en deze die komen. Er zou ook nog dilute en lavender in kunnen zitten. Maar deze is eigenlijk wel een beetje te geel in de nek om lavender te zijn. Maar wel heel zacht van kleur. Dus het zou ook nog wel eens dilute. Kom. Dus dan is het een blue, een ultramel blue striped. Nou, deze die heeft het gehad. Dus nou, we gaan erachter komen als ze volwassen is. En Linda kweekt er ooit mee. Nou, en de laatste van de baby's in ieder geval, of van de grote baby's. Linda, wat hebben we hier? Want het is helemaal mondvol. Butter Tessera, Motley Striped. Kijk. En Tessera en Motley, of Motley en Striped, maar dat geeft vaak wel zo'n pinstripe tekening. En die kale zijkanten, dus daar zit wel een mooi voorbeeld van. Nee, don't go! Oh, nou, zomaar hoop. Oh, nee, ze vindt het allemaal niet leuk. Nou, tot zover onze geweldige filmkunsten met de slangen, want... Oh, we hadden een vak moeten leren, Linda. Kijk, tada. Nou, dat is wel mooi hoor. Zo, ja, kijk. Leuk. Nou, kijk, Linda heeft nu een rek-systeem, maar is ook begonnen met terrariums. Ik vind ook eigenlijk dat iedereen, als je begint met slangen, moet je ze gewoon niet meteen in een rek houden. Dat is gewoon, daar leer je niet zoveel van. Je kunt ze niet zo goed observeren en zo. Hier zit een wildkleur mannetje in, hè, geloof ik. Oh, hier is zijn hoofd. Was dit je eerste slang ook of niet? Nee. Of een van de eerste? Een van de eerste. Nou, dit is wel een mooi shot om mee te eindigen, denk ik. Linda, als mensen jou nog op Facebook of zo willen volgen om te kijken wat voor slangen je hebt, waar kunnen ze je dan vinden? Nog nergens. Nee, oké. Okay. Jammer. Ja. Oké, okay, goed punt. Wacht, maar dan... Nou, dat was niet het goede antwoord van Linda natuurlijk. Tuurlijk kun je Linda op Facebook vinden, toch, Linda? Ja, binnenkort wel. Ja, nee, maar... Linda, hoe heet je op Facebook? Je bent toch gewoon Linda van Zandbeek? Ja. Nou, dus als je dat nog niet kent, Linda van Zandbeek. Ik zal ook wel in de beschrijving hieronder in YouTube zetten. En dan zal ik Linda taggen en zo als ik het op Facebook zet. Hoe gaat je Facebookpagina heten? Mogen mensen al weten? We Black Pearl Corns. Black Pearl Corns. Dat is gewoon unicum, hè? Dat horen jullie hier eerst, hè? Nou, tot ziens allemaal. Even zwaaien, Linda. Doe wat op het einde. Zeg even dag, Linda. Dag. En vond je het eng of viel mee? Ja, een beetje wel. Ja, dat viel wel mee, toch? Ja, dat... Dus we kunnen gewoon nog een keer een filmpje maken. Nee. Nou, ook als dit filmpje meer dan 500 keer wordt bekeken, dat heb ik net bij deze hebben we afgesproken, dan komt Linda nog een keer in beeld. Nee.
Nee. Ja, het laatste stukje doe ik gewoon uitediten. Dus allemaal liken en kijken en delen en zo. Goed zo. Doei.